Hallo iedereen, goedemorgen. Ik hoop dat jullie een rustige nacht achter de rug hebben. Um, elke dag vraag ik me af: van waarover ga ik een uh, video maken? Welke, wat is de boodschap die ik mag delen? En uh, hetgeen wat ik nu doe in video's hier op YouTube, is eigenlijk iets wat ik al uh, jaren doe op uh, Instagram en uh, Facebook, waarin ik eigenlijk afstem op de energie van de dag. En. Um, Soms gaat het dan over boodschappen waar, waar ik mij afvraag van wat is het nut dat ik dit nu deel. Maar ook dat is vertrouwen op uh, mijn intuïtie, vertrouwen op de die ik kreeg. En dan bleek dat er altijd wel iemand is waarvoor die boodschap op dat moment eigenlijk um, nodig was. Dat die op dat moment eigenlijk aan het wachten was op een bepaald signaal, op een bepaald inzicht, op een bepaalde informatie. Om weer verder te kunnen uh, in hun leven. En zo is uh, ook hoe dat het werkt. En dat is ook de fijnste manier, de leukste manier voor mezelf om uh, ook te werken. En dat is eigenlijk ook de manier waarop ik werk. Door de, de coaching uh, trajecten uh, die ik doe met, met mijn klanten. Uh, we gaan op flow en we vertrouwen dat de zaken die aan bod moeten komen. Uh, ook aan bod, aan bod zullen komen op het moment dat ze moeten aan bod komen. En dat is die overgave, dat is dat vertrouwen. En wanneer hij dat kan. Uh, dan creëer je ook ruimte om het universum, zodat het universum eigenlijk jou kan tonen en laten zien wat de oneindige mogelijkheden zijn. En deze morgen poste ik op uh, mijn Instagram-account ook het volgende. Er zijn momenten in het leven dat het lijkt alsof de alle andere wegen doodlopen, alsof dat er eigenlijk nergens meer nog iets is die goed gaat. Maar ook dan is het belangrijk om te weten dat er altijd wel een andere weg voor je open staat. Alleen het kader en de bril die je aan hebt, waardoor je naar het leven kijkt, zorgt ervoor dat je het nog niet kan zien. En wat je dan op dat moment nodig hebt, is eigenlijk de moed en het vertrouwen hebben dat alles in je leven hier is om jou op het juiste pad te leiden. En dat lijkt heel eenvoudig, maar ik weet dat het ook niet altijd zo eenvoudig is. En, maar, en toch, tegelijkertijd geeft het leven en het universum me laten zien dat het wel weer eenvoudig is. Want het pad van je zielsmissie, het pad naar je diepste verlangen, naar je wensen, dat is eigenlijk het pad dat je wilt lopen. Dat is het pad dat we allemaal naartoe getrokken worden. Maar als er iets is waar je nu in je leven merkt dat je tegenaan loopt, en dat je daar aan het trekken en aan het sleuren bent, en hard werkt om dingen voor elkaar te krijgen, dan mag je eigenlijk gaan weten en tegen jezelf gaan zeggen dat er iets is dat het universum jou wil laten zien, of dat het universum jou laat tonen, ...dat je nog niet op de goede weg zit. Dat je nog niet helemaal in, mee in die stroom bent. Dat er nog ergens weerstand is... ...waar dat jij jezelf nog tegenhoudt om mee te gaan in die flow. Um, wat dat dus betekent dat je nog niet volledig mee in die afstemming bent. Hoe, ars, hoe hard dat je ook werkt. Want er is niet genoeg actie in deze wereld. Als we nu aan iedereen al de actiestappen... ...al het actieteen dat we doen, zo het samenleggen... ...dan nog is er niet genoeg actie... Om een verkeerde afstemming, een verkeerde uitlening te gaan compenseren. Dus het is belangrijk dat je op een wijze manier gaat gaan uh, keuzes maken. En dat je besluit om eerst te gaan focussen op jouw energie. Om te gaan focussen op je afstemming. En dat betekent dus dat je eerst je gelukkig moet gaan voelen voordat je grote doelen gaat bereiken. Dat je eerst uh, je onmetelijk geliefd mag gaan voelen. Uh, in plaats van te gaan zoeken naar de anderen. Um, want op het moment dat je heel de dag liefde belichaamt, liefde bent, je geliefd voelt en liefde uitstraalt, dan zal dat weer weerspiegeld worden in, het universum, in je realiteit. En dan zal liefde jou vinden. Jij moet niet op zoek gaan naar, naar liefde. En dat is iets wat ik ook doorheen mijn hele leven tot nu toe al uh, ervaren heb. Ik voelde me altijd geliefd. En uh, dat maakte dat ik nooit op zoek moest gaan naar relaties of naar. Uh, potentiële partners. Het, ze, ze wierpen zich als het ware voor mijn voeten. En um, deze ervaring heeft mij ook geholpen om dat door te trekken naar andere zaken in mijn leven. Want manifesteren is hetzelfde. Of dat nu gaat over een relatie, of het gaat over nieuwe klanten, of het gaat over een nieuwe auto, of over materie, of over geld. Om dan weer iets anders te gaan doen. Het maakt niet uit. Het proces van manifestatie is al telkens hetzelfde. Maar, hetgeen wat je tegenhoudt en ervoor zorgt dat het lijkt alsof het moeilijk en lastig is, is omdat dat hetgeen is dat je geleerd hebt. Je hebt geleerd dat het leven hard is. Dat je moet ploeteren en worstelen om succes te halen. Dat je lange dagen moet werken en veel opofferingen moet doen. Maar, we zijn succesvol geboren. Alleen andere mensen hebben jou laten geloven door hun ervaringen en dan uiteindelijk door jouw eigen ervaringen, waardoor dat je eigenlijk niet meer gelooft in het zogenaamde onmogelijke. Terwijl dat alles mogelijk is. En jij bent energie in een fysiek lichaam. Waarom? We, zijn we hier geïncarneerd als energie in een fysiek lichaam? Omdat we net het fysieke lichaam, het fysieke aspect, het materiële aspect, die extra dimensie, maakt het zo interessant om, om te leven over het leven. Want het leven zelf is een mysterie. Denk maar aan hoe dat we hier uiteindelijk als energie in een fysiek lichaam terechtkomen. Dat is toch magisch, dat is toch fantastisch hoe dat in elkaar zit. En dus is het belangrijk dat je de, de kracht van je eigen bestaan gaat gaan voelen. En dat je de meester wordt dat je altijd al bent geweest. Want dat is de reden waarom dat je uiteindelijk geboren bent. Dat is de reden waarom dat je hier nu op aarde rondloopt. Niet om klein te spelen. Of om te doen wat anderen zeggen dat je moet doen. Of om niet voor jezelf te gaan denken. Nee. Ik geloof in ons mensen. Ik geloof in de liefde. Ik geloof in de kracht van liefde. Omdat ik zie waar dat het mogelijk is. Omdat ik zie waar dat het mij al gebracht heeft. En waar ik zie waar dat mijn tweelingvlam al gebracht heeft. En ik geloof dat we op die manier ook een betere wereld creëren, want in de kern zijn we allemaal onschuldig. Hetgeen wat je ziet aan, aan, aan contrast, aan um, misverstanden, aan discussies, aan oorlogen, aan wat dan ook, dat komt enkel en alleen maar voort vanuit je beperkende overtuiging, vanuit de ideeën, verkeerde ideeën die we hebben over het leven. En um, wanneer dat jij. Um, eigenlijk gaat gaan voelen en gaat vooral gaan afstemmen met jouw werkelijke energie. En dat is de reden waarom dat in, in alles wat ik aanbied, eigenlijk het, het, het terugkeren naar jezelf en jezelf leren kennen, dat dat centraal staat. Omdat wanneer dat je die emotie gevonden hebt, dat resoneert met wie dat je werkelijk bent. En voor mij was dat wanneer dat ik echt begon had te voelen dat ik gewoon liefde ben. Ik ben liefde. Ik, en ik ben eenheid. En ik ben energie. En ik ben alles wat er om me heen is. En alles om me heen weerspiegelt ook een stuk van wie dat ik ben. En wanneer dat je dat werkelijk gaat gaan voelen. En eigenlijk elke dag die keuze maakt. Dat is eigenlijk het meest belangrijkste op de hele wereld. Niet het bedrag op je bankrekening is. Of in welke auto dat je rondreedt. Of in welk huis dat je woont. Of hoeveel, wat dan ook dat je hebt. Nee. Het belangrijkste, het meest belangrijke in jouw leven is het goed voelen. En wanneer je elke dag daar s morgens op afstemt en zegt vandaag is mijn doel om me goed te voelen, dan ga je zien dat wanneer je dat als jouw to-do voor die dag neemt, als, als jouw belangrijkste. Um, achievement, het belangrijkste uh, hoe zeg je het in het Nederlands, het belangrijkste punt dat je wil gaan bereiken, het belangrijkste doel wil gaan bereiken dan um, gaat eigenlijk het universum voor jou gaan, gaan werken en gaat het universum jou dat gaan tonen en dan alles wat je er rond wenst die nieuwe auto, dat groter huis um, die uh, fantastische relatie dan gaat dat, dat eigenlijk allemaal gaan stromen in je leven. Gaan um, nog meer deuren gaan openen. Gaan, gaat gaat het, het heel duidelijk worden wanneer je op je pad loopt. Gaat geld gewoon gaan stromen als eigenlijk een uh, direct resultaat van jij gelukkig zijn en jij kiezen voor het gelukkig zijn. En van daaruit gaan heel veel zaken gewoon gaan stromen en gaan, gaan die flow. En dat is het moment waarop je weet dat um, dat je mee bent in die stroom van het leven. Want het leven stopt nooit met stromen. Het, het, als er iets is waar je zeker mag van zijn. Is dat gewoon altijd maar voort, verder, 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 verder blijft stromen. Dus het enige wat je hoeft te doen. Is ervoor zorgen dat je mee gaat in die stroom. En dus dat je eigenlijk alles wat je denkt. Waardoor je nu je leven uh, aan het vormgeven bent. Dus alle ideeën, alle overtuigingen. Uh, al de, al de oude ervaring die jij gehad hebt, en je ouders, en de maatschappij, en al die emoties die je daaraan gekoppeld hebt, dat vormt de basis voor hoe dat jij jouw leven nu aan het vormgeven bent. Dus als er iets is wat je wenst te manifesteren en het lukt niet, en ik had daar gisteren ook een heel uh, interessant uh, gesprek over met mijn tweelingvlam. We worden opgevoed vanuit het feit dat we heel hard moeten werken en dat we moeten openstaan voor kansen. En dat klopt ook zo. Uiteindelijk moet je ook uh, acties ondernemen. Maar niet acties gewoon maar altijd maar vanuit het doen, vanuit die mannelijke, puur mannelijke energie, vanuit dat logische verstand. Nee. In eerste instantie moeten we ons afstemmen op, zoals ik zei, het goed voelen. En van daaruit zal automatisch duidelijk worden. Wat dat afgeleende acties zijn, wat dat uh, acties zijn die verbonden zijn met je intuïtie en die verbonden zijn met het goed voelen. En dat is ook de reden waarom dat ik, dat er dagen zijn dat ik bijvoorbeeld geen video's maak of geen content maak of geen, uh, niet verder schrijf aan de, de trainingen waarmee ik bezig ben, omdat het op dat moment niet goed voelt. Omdat er op dat moment andere zaken zijn die belangrijker zijn, die meer met aandacht vragen. En soms zijn dat persoonlijke zaken, rond uh, zaken waar ik zelf nog mag aankijken, zelf nog meer informatie, nog meer kennis, nog meer diepere healing mag over gaan verkrijgen. Maar soms zijn dat gewoon heel aardse zaken, omdat uh, het heus geboetst moet worden, of omdat ik uh, afgesproken heb met vrienden en familie bijvoorbeeld. Maar ook dat draagt weer bij tot het, uh, mijn grotere missie in het Tonen hoe dat leven vanuit flow werkt en van daaruit vertrouwen dat al jouw materiële noden en financiële zorgen, dat daar ook wordt voor gezorgd. De afgelopen jaren is me meermaals duidelijk geworden dat wanneer ik uh, een idee had en ik dan constant probeerde dat te, te, te bewerkstelligen en gedaan te krijgen, dat dat niet vanuit de juiste energie was. Dat was niet vanuit de juiste mindset, niet vanuit de juiste afstemming. En dat maakte dat, er dan, dat ik dan zaken, cursussen gecreëerd heb, die zijn nog even goed, maar de energie ervan is volledig anders. Waardoor hij natuurlijk ook andere mensen weer aantrekt. En dat is ook oké, okay, maar dat gaf mij niet de vervulling en de voldoening wat ik nu heb. Dus wanneer dan nu zaken niet stromen, of ik wil bijvoorbeeld gaan schrijven vanuit mijn mind, vanuit het idee van vandaag moet ik dat gaan doen. En het lukt niet en ik bleef trekken en sleuren, dan weet ik dat het, niet is, dat het, niet is, dat het eigenlijk is omdat ik te veel weerstand heb en niet in die flow zit, niet in die stroom. En dat is hetgeen wat ook uh, gezegd wordt met die goddelijke timing. Er is voor alles een tijd en voor alles een, een plaats en voor alles een, 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 een moment. Het enige wat jij moet doen is gaan uh, afstemmen en eigenlijk je tentakels dus gaan uitsteken en gaan voelen van oké, okay, wat mag er vandaag ontstaan? Waar heb ik vandaag zin in en waar, waar word ik blij van als ik eraan denk vandaag? Um, en dat is het belangrijkste als je je leven op een positieve manier wil gaan vormgeven. Um, en als je wel gaat leren en hoe snel je eigenlijk je leven in de positieve richting kan gaan omkeren, dan zou ik het fantastisch vinden als je wil gaan samenwerken met me. En zoals jij weet, heb ik ondertussen weer al, ook weer al een aantal zaken in mijn onderneming in, 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 um, veranderd. Om nog meer in die flow te kunnen gaan werken. Dus als jij wilt leren hoe dat je ook die meester wordt, die in jou al aanwezig zit, maar dat, hoe dat je die naar boven kan gaan halen, hoe dat je die echt kan gaan vormgeven in jouw dagelijks leven, om alles wat je wilt, alle wensen die je wilt te gaan manifesteren, dan nodig ik jou uit om deel te nemen aan het traject zelfrealisatie vanuit je hartgedragen bewustzijn. En... Um, dat klinkt misschien fluffy of heel filosofisch of wat dan ook, maar weet en begrijp dat um, dit ook maar weer een bewoording is, een benaming is om iets een, een, een bepaalde trilling, een bepaalde energie mee te geven. Maar als je er meer wel over weten, klik op de link in, uh, hieronder en dan zie ik je aan de binnenkant van het project. Daag.